Ja, voorzichtig Sinterklaas. Dank u wel voor een geweldige boodschap weer. Het was geweldig en ik zie het vast nog weer. Hè. We genieten ervan. Oké, okay, nou. Mag allemaal zo ook weer helpen? Ja, komt de rust even aan wel. Sinterklaas! Van harte welkom hier in Hoogeveen. Wat leuk dat u zo snel hier naartoe heeft willen komen. En wat nou zo leuk is, Sinterklaas, we hebben hier zoveel meisjes, zoveel jongens. Het is niet te geloven. Vaders, ja. Moeders, ooms, tantes, opa's, oma's. Ja, leuk. Jongens, laat je eens horen waar Sinterklaas jullie zijn. Even laten horen, even juichen we Sinterklaas. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Dit is wel uniek in Hoogeveen. Ik vind het weer geweldig, ja. Sinterklaas, het is fantastisch dat u er bent. Ik hoop dat u ontzettend veel leuke weken hier mag hebben. Nou. Ik heb al begrepen dat u ook naar het klooster gaat. Ja, vanzelfsprekend. Volgende week alweer. Ja, dan kunnen de kinderen u ook bezoeken. Dat kan zeker, ja. Dat kan zeker. Kan zeker, ja. En ik ben ervan overtuigd dat we alleen maar hele lieve kinderen hebben. Ik heb het net allemaal gevraagd aan een paar kinderen hier vooraan. Het kan niet anders. Ik zie het. Ik zie het. Het zijn allemaal hele lieve kinderen. Ja. En misschien dat u ook maar wel iets aan de kindjes wil zeggen. Ja, nou, dat wil ik natuurlijk graag doen. Dank u wel, meneer de burgemeester. Meneer Lohuis is het, hè? Ja. Met uw geweldige welkomstwoorden. Lieve kinderen van Hoogeveen en de papa's en de mama's en de opa's en oma's. Ik moet eerlijk zeggen dat de boottocht die we hebben gemaakt helemaal naar Hoogeveen uniek was. Ja. Zoveel mensen op de dijk hier aan de Hoogeveense vaart. Nou, daar wordt Sinterklaas en al zijn Pieter heel erg blij van. Maar ik kan ook zeggen, en meneer Kars die weet er alles van. Ja, natuurlijk ga ik weer logeren in het klooster van Sinterklaas. Dat zal vanaf volgende week zaterdag zijn, want ik heb natuurlijk nog wel een week nodig om wat voorbereidingen te treffen, de pakjes klaar te maken en de kinderen moeten ook allemaal natuurlijk nog hun verlanglijstjes maken. Ik heb nog één dingetje, of elk twee. Wie van jullie heeft de naam al in het nieuwe Sinterklaasboek gezet? Oh, nog niet zoveel. Ja, toch wel. Zeg, jullie moeten eens kijken met papa en mama op het Sinterklaasjournaal en dan via de computer. Dat kan ook op school natuurlijk. En dan ga je kijken op het Sinterklaasjournaal en dan kun je iets aanvinken. Sta ik al in het nieuwe Sinterklaasboek? En dan ga ik even met je praten, je ziet me dan. En dan zet ik je naam in het nieuwe Sinterklaasboek. Het oude Sinterklaasboek is er nog hoor, dus wees niet bang. Ik vergeet niemand. Maar we waren een keer toe aan een nieuw Sinterklaasboek. Dan als laatste. We gaan straks een mooie tour maken door Hoogeveen. Het is geweldig dat jullie hier al zijn. Maar Hoogeveen, en dan richt ik u toch even weer tot u meneer de burgemeester, heeft een prachtige prijs gewonnen, las ik in Spanje. Dat klopt. De beste binnenstad van Nederland. Ja, dat is correct. Ik ga straks bekijken of het zo is, maar ik heb al wel berichten gehoord in Spanje dat echt zo is. En ik wil u daarmee van harte feliciteren. Dank u wel, Sinterklaas. En niet alleen u, maar alle bewoners en alle kinderen van Hoogeveen. Fijn dat ik hier. Dat was het welkomstwoord van Sinterklaas, die zo alle kinderen die hier aanwezig zijn toesprak. We gaan vast nog een toespraak krijgen straks later, maar dan op bij het gemeentehuis. En ook dat zullen we wel weer zien. Ik heb een vraag hier, want we hebben net een paar kinderen aan mij gesteld. Ja, ik wil toch graag horen.